Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland. Boven de Noordzee, een paar opklaringen. Daar profiteren de Waddeneilanden van. Daar schijnt de zon het vaakst, ook af en toe langs de westkust. Maar in de rest van het land is het toch vooral bewolkt weer. Vooral in Limburg kan er ook wat regen of motregen vallen, maar dat zijn kleine hoeveelheden, dat is vooral gemiezer. Vanmiddag ook nog grotendeels droog en bewolkt, maar aan het einde van de middag komen er vanuit het noordwesten buien opzetten. Hebben we dus uh, in de loop van de middag en avond last van. Kunnen een paar stevige buien zijn. In het zuidwesten en zuiden valt hooguit een enkele bui. Een temperaturen voor vanmiddag 10 tot 12 à 13 graden. Kijken we naar het weerbeeld van morgen, dan ziet dat er een stuk beter uit. Nog wel wat wolkenvelden, maar de zon schijnt ook geregeld. En de temperatuur gaat omhoog. In het binnenland wordt het al zo'n 15, 16 graden. En dat zijn toch weer heerlijke voorjaarstemperaturen. Heel lokaal misschien nog een buitje, maar toch op de meeste plaatsen prima weer. De donderdag wordt de topper. 14 tot 18 graden, sommige plaatsen in het binnenland zelfs 20 graden. Daarbij flinke zonnige perioden en pas later op de dag weer meer bewolking, maar donderdag wel een stevige wind. Vrijdag gaat het regenen, zaterdag gaat de temperatuur naar beneden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.